Ja, want jij hebt voor die show in Eindhoven helemaal ja. een eigen nou ja, podium en theater gebouwd. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Nou, uh, Prime Video uh, wilde een special. En uh, die hebben mij een soort carte blanche gegeven. Die hebben gezegd: je mag uh, vanaf een als het maar langer duurt dan een half uur, mag je een show voor ons maken. En zie maar wat je doet. En een checkboekje. En, een, en, <laughs> ja. en uh, daar heb ik wel weer te veel van uitgegeven om dit theater te bouwen, over, overigens. Maar... Um, Nee, dus, en toen dacht ik, als ik nu een voorstelling ga geven, ze kunnen het zomaar ook weer morgen zijn er weer andere coronaregels. Dus ik moet het eigenlijk zo clean mogelijk houden. En uh, door de maatregelen afgelopen uh, anderhalf jaar heb ik ineens voor uh, 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 heb ik webinars gegeven voor een camera, heb ik voor scholieren opgetreden, heb ik ben ik in één keer weer heel erg back to basic gegaan, moest ik weer uh, soms, uh, voor bijna geen publiek en soms. Uh, heb ik dacht, ik moet het nu ook gewoon heel clean houden. Ik moet gewoon een, een zaal bouwen, gewoon op anderhalve meter. Eén man, eh, gewoon een microfoontje hier. Geen schermen, geen poespas, alleen maar een mooi verhaal. Alleen maar waar gebeurde verhalen. Eh, en het is, was zo'n fijn vertrekpunt. Gewoon puur en alleen maar comedy, mensen die lachen en een man die een verhaal gewoon vertelt. Gewoon helemaal alleen op dat podium met ja, van dus die een, hele mensen. En voor mij best wel met de billen bloot, omdat ik. Ja, met de zo ben je gewend om met de schermen te werken. Of ja. heb je af en toe een instartje of zo. En dit was echt weer... Uh... Voelt het lekker? Ja. Ja? Ja, ja sowieso. Als je, als je gewoon weer als je voor 750 man kunt staan. En, en...